de Jamin. Maar dit is de doos. De Jamin heeft 40 paaseitjes. En allemaal nieuwe smaken. En dan mogen wij die testen. Dus dat gaan we even doen. Hè? Oh, dat al die kleuren op elkaar lijken. Ja, al die kleuren lijken op elkaar. Dus het wordt wel een beetje, als je kleurenblind bent, ben je kleurenblind? Dan heb je echt een probleem. Nee, oké. Nou, dan ga ik gewoon beginnen met de blinddoekom doen. Oké, dus jij gaat zo een eitje pakken. Niet de normale. Dus niet een melk. Ja, maar kijk deze. Nou, dan gok je gewoon en dan doe je de midden snijden. En dan neem jij een eentje en dan geef je eentje aan mij. En dan ga ik raden welke het is. Moet je niet zeggen of het lekker is? Ja, ook of het lekker is. Zie je vanzelf als ik eruit kots, is het niet te weten. Ik zie het, hè. Kijk eens, hoeveel vingers zeker op? Oké. Ja? Ja. Wacht even hoor, maar dit is dan. Wat ga ik goed doen? Een halfje. Wacht even. Ja, dan. Kijk eens, kijk eens. Heb je gezien welke het is? Je moet even, als het eentje is met een hele mooie binnenkant, moet je even de binnenkant laten zien op de... Hoe mooi kan de binnenkant zijn dan? Ja. Ja, dus er komt een sap uit. Ja, moet je zelf ook nemen, hè? Waarom? Ja, nee, dat... Nee. Kijk, ik ben niet zo van de puur. Volgens mij is het puur. Ja, volgens mij niet. Geen puur? Nee. Is het melk? Nee. Dat kan niet. Het is of wit of puur of melk. Ja, maar je zei geen wit. Is het wit? Het is wit. Is het wit disco dip? Nee. Disco dip, serieus? Is dat een smaak? Wat is het dan? Crispy praline. Praline. Is het crispy praline? Dit is de binnenkant van de crispy. Ja, hij is wel lekker, maar het is inderdaad meer karamelachtig. Hou je niet van chocola? Laat je nee. Niet van chocola? Nee. Ze houdt niet van chocola. Je niet echt. Echt geen vrouw. Nee. Ik zoek een groene, maar er zijn ook echt... Waarom een groene? Ja, dat hoef je niet te weten. Die waren niet zo lekker volgens mij. Ik wil zeezout. Kijk, dit zijn de groene. Het is denk ik deze. Zo ziet die eruit. Oh, dit is... ja, wat je in zo'n doos hebt. Zo'n doos? Waarom eet jij hem ook? Ja! Nee, ik moet toch weten wat ik heb. Dit is. Dit is heel lekker. Mag ik gemak doen? Ja? Het is een beetje romig. Nee, maar ik heb dit al eerder op. Dit is gewoon een smaak. Nou, wel, ik vind hem lekker. Ja, maar oké, dus kindermening. Hij heet cookies en cream. Ja, Kim vindt alles lekker. Nou, hij is wel lekker. Hij is lekker romig. Doet me niks. Dus. Noem eens. Beste proefpersoon dat er is. Nou ja, doe maar een puur, want ik hou niet van puur. Alsof jij iets niet lekker doet. Wacht. Oh, deze ga ik wel proeven. Yeah. Oh, deze gaat ze wel proeven hoor. Dit is lekker. Nou, hier hou ik dus niet van. Echt? Nee, gis maar. Nee, dit is echt lekker. Aardbeien zo? Totaal niet. Wat dan? Kokos. Kokos? Mm-hmm. Dat is toch lekker? Maar deze is echt lekker. Nee, weet je hoeveel calorieën er in één eitje zitten? Ja, daarom eet ik ook een half. 40. Echt? 40 calorieën. Maar ik heb nog niet gegeten vandaag, dus niet meer. Nee, dan kan het gewoon. Ik heb vanmorgen mijn kilo op, dus. Jezus, nou echt. Geloof me, er zitten gewoon 8 blauwe tussen. En ze lijken allemaal. Nee, je moet ze erop leggen. Dan zie je het wel. Oh, wat jammer. Waar ben je? Wat is dit? Heel lekker. Maar het stinkt al. Is dit alcohol of zo? Oh. Echt? Zit je het ook te eten? Waarom zit je te kreunen dan? Wat ben je aan het doen? Neem het even. Nee. Kim, kan ik het eten? Ja, het is gewoon een eitje. Wat proef je? Laat hem even door je mond gaan. Dat is wijn. Ja. Lekker rollen over de tong. Ik vind het best lekker. Ja, dat dacht ik wel. Het is een beetje passievruchtachtig, maar dat kan niet. Pina colada. Nou! Maar is pina colada van passievruchtachtig? Nee, ananas toch? Nou, nee, maar het is iets ja, fruit. Lekker. Nou, die is wel lekker. Ja. Oké, ik ga het. Oké, de pina colada is op de... Serena kan niet zo goed even alcohol. Nee, ze is aangeschoten, jongens, ze is aangeschoten. Welke oranje? Ik denk deze. Ja, deze is het. Wat is dat dan? Karamel zeezout. Dat stuur ik nu helemaal in. Nee, dit is hem niet. Dit is karamel. Kijk. Nee, hier, karamel zeezout. Oh, wit, het is een andere. Hè?
Wacht, een oranje. Dit is een verkeerde kaart hoor! Ach. Wacht, leg hem erop. Ja, Min, volgens mij is er een klein technisch foutje opgetreden. Maar. Ja, zoek maar op Google wat de goede kleuren zijn. Dit is niet de goede kleur. Zoek maar op Google. Zie je? Dit is gewoon, ik weet niet wat het is. Kerstbie. Het is wel zeezout. Het is deze man. Kerstbie Paliné. Ja, dus jij. Deze is lekker. Nee, ja. Sorry, Min van. Toch? Ja. Is dat die? Nee, is die. Ja. Dit is hem. Okay, oh! Ja. Maak hem even heel mooi op het allermooiste. Ja, kijk mijn nagels alle, dan. Wie heeft jouw nagels gelakt? Ja, ik. De hond. Nou, maak het even op het allermooiste open. Oh, Nola, sorry. Ik kan neus op de nagels. Maar, en? Ja. Welke smaak is dit? Aardbeiwit. Melk. Dus ik denk dat het karamelzeezout is. Ja! Die vind ik ook. Geef me. Het ziet er heerlijk uit. Maar? Het is karamel. Ja. Jammer. Maar wacht even. Nee. Het is karamel, het is geen zeezout. Oké. Ik vind die kaart een beetje misleidend. Ik snap het niet meer. Maar ik ga er nog één proberen. Maar ik wil disco dip. Of suikerspin. God. Disco dip of suikerspin. Ik snap hier hou van. Dat is 76% cacao. Ja. Dat is echt hoor. Dat vind ik dus echt niet lekker. Maar kijk, ik zou het liefst door die doos opeten, maar dat is echt niet gezond. Ja, dat vind je echt lekker. Wel... Ja, ik hou echt van chocola. Heel erg. Ja, dat wisten we nog niet. Kijk jouw vloggen. Ik krijg het ding niet eens open. Ik ga later mijn hondje van de zak wordt zo. Doe ik zo. Nee, ik wil. En die pak die ga ik eten. Hoe vies die ook is. Je kan het, hè? Deze heb ik voor mij al gehad. Oh, kijk. Ja? Mm-hmm. Lekker jou van die zwarte. Zwarte eieren. Dit is puur. Oh, dit vind ik echt niet lekker. Wat is dat? Mm-hmm. Ik weet niet. Mm. Het is niet lekker. Het is echt niet lekker. Mm-hmm. Marsepein. Dat vind ik niet lekker. Maar ja, ik heb gezegd dat ik het zou eten, dus ik doe het. Ik ga het proeven. Marsepein. Lijkt op de muisjes. Mm-hmm. Vind ik lekker. Wel oké, hoor. Ik weet niet wel lekker. Wel oké. Oké, ik heb knettersuiker. Doe het dichterbij. Knettersuiker wit heb ik gevonden. Even zorgen dat hij scherp is. Jij bent geen echte YouTuber, hè? Nee, ja, dit gaat hem. Doe je zo je hand achter, zodat hij niet kijkt, dan is hij scherp. Ah, mooi. Oké, dus dit is... Kan ik ook maken? Knettersuiker wit. Bijt hem met je handen gewoon. Komt toch niet. Laat de binnenkant eens even zien. Oh ja. Nee, maar dit is dus de binnenkant. Blauw. Even wat erbij. Even YouTube-stijl. Je weet gewoon YouTube, even je hand erachter. Ja, kijk! Ja. Dit is ook. Nee, en dit is wel echt... Maar dit is sowieso altijd al van een ander merk. Harry. Ander merk waarvan we het naam niet gaan noemen. Nee, niemand mag weet waar het Tony is gewoon... Tony. Okay. Ik heb al verkocht. Tony is echt... Dit is de favoriet, maar deze... Gewoon goed. Gewoon echt wel heel lekker. Dus ik ga voor deze... Kokos en pina colada was het. Ja, ik vind, ik ontwijk even de streep. Ik vond cookies en cream heel erg lekker. Caramel zeezout vond ik heel erg lekker. Oh maar, luister. Oh ja. Heb je graagjes? Oh maar, ik knet het nog steeds. Nee, dit is ook niks. Ja, dan brunch. Waar is de helft? Ik wou namelijk jou niet lekker voor de film, maar ik mag op. Oh, wacht, moet ik hem... Nee joh, kies ik wel een andere. Nee. Maar. Ik weet dus even niet. Ik denk dat ik ook te veel ijsjes op heb. Nee, ik vind dit, zie je? Gewoon alles wat jij niet lekker vindt, vind ik wel. Dus wij zouden wel een zak kunnen delen. Ja, dit is wel... Nou, niet zo lekker als die knetter. Maar ik knetter suiker is lekker. Gewoon wel lekker, en kokos ook.
Dit is... Volgens mij crispy... Nee. Deze blik. Dit is praline, ook niet. Ik weet niet wat het is. Nou ja, wel leuk. Ik ga alle ijsjes die over zijn doen in de zak. Er zijn nog heel veel. We gaan ze niet opeten. Nee, ik ga het verloten de rest. Want jij lust het toch niet. Dus wat ik ga doen... Twee, ik ga even tellen. Jeff, wil je er ook één? Wel even voor wel even hier zitten dan. Ja, kom. Deze is heel donker. Zie je dit? Ah, je hebt een donkere. Nee, Jeff, dat is puur, man. Dat is bruin niet. Oké, dit is dus... Of aardbei of suikerspin. Aardbei, dat is aardbei. Dat is aardbei. Shit, kijk je naar welke kleur het was. Ik kan suikerspin zoeken. Heel zoet. Oh. Mm. Nou, oké. Wat heb jij dan? Wat eet jij? Wat is het? Gewoon puur. Nee, die is er niet. Dat is niet gewoon puur. Was die gewoon puur? Ik had gewoon puur. Je had brownie puur. Is die lekker? Ja, ik ook weer. Nou, de brownie puur is wel oké. Okay. Kun je deze zak winnen? Al voor you, man. You. And you get an egg. You get an egg. You get an egg. Nee, dat is niet waar. Eén iemand krijgt maar een egg. Maar goed, dus dit... Nee, er komen nog meer bij. Je hoeft niet meer, toch? Jawel. Maar ik wil even de lekkere eruit zoeken. Nou, de lekkere gaan eruit. Je hebt gelukkig van Serena Lust voor maar twee. Dus er gaan er twee uit. En de rest... De conclusie is dat de eitjes heel lekker zijn, Nick. Maar Serena houdt gewoon niet van chocola. Deze zak gaat naar degene die mijn berichtje deelt, liked. En even een reactie achterlaat dat je het hebt gedeeld. Anders kan ik het niet zien. En dan kies ik iemand uit die de zak krijgt. Fijne zondag. Oké, ik ga gewoon beginnen. Maar wat zit er per streep omhoog? Kijk, ik ga ook zo, dan ben ik die Snapchat. Oké. Nee, wacht. Ik weet niet wat je zeggen. Hi. Nee. Kijk, lijkt het zo lekker op zo'n hond, toch? Kijk eens. Je kan geen muziek luisteren. Kim, even niet zo dichtbij. Kim, ik kan echt niet zo dichtbij. Waarom ben ik zo laai? Misschien weet ik het niet. Wat? Chocola is niet mijn ding. Vraag volgende keer. Zullen we stilstaan?